Ik krijg alleen maar een heel lelijk toekomstbeeld hier in een doos geleverd. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Kunnen we nog gewoon naast elkaar staan? Bijna niet. Hi, Lippetatties! Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sesso. Ik ben René. En we gaan vandaag mijn... Wow! Krampakket uitpakken. Wow. Dit is een soort van EHBO dinges voor net bevallen, hè? Oké. Dus hierin moeten we wel wat andere spulletjes in vinden dan in de voorgaande boxen. Als het goed is, is dit een box vooral voor mij, dacht ik, na de bevalling. Ah. Dus okay. Dus wat verzachtende producten voor de vrouw. Ja, hoop ik, denk ik. Voor de pas geworden moeder. Dus we gaan eens even kijken. Oké, ik ben benieuwd. Rip it open, zou ik zeggen. Wat hoop je dat erin zit? Nou, ik wat hoop heb je nog nodig? Gewoon op... Richtingen. Gewoon heel veel leuke dingen. Maar ik ben bang dat er vooral veel noodzakelijke dingen in zitten. Een steriel wondcompress. Dat suggereert dus al voor een flinke wond. Dit is eigenlijk gewoon een doos die je vreest. Gewoon. Dit is gewoon... Ah, waarom heb ik dat nodig? Hoe bedoel je? Oké. En dan niet één, hè? Nee, gewoon twee. Ja. Zo van... Kan me goed voorbereid zijn. Ja, je zal het wel nodig hebben, denk ik dan. Ja. Nou is dit dus luiertape. En ik betwijfel of dat over een luier voor mijn kind gaat. Of voor mij. Ja. Ja, ik ben echt bang dat het voor jou is dan. Verband watten. Oké. Verband watten. Misschien zit dat wat. Misschien is dat voor je muts. Dat ja, het dat het wat zacht zit. Zacht zit of zo. Als je hechting hebt. Mm-hmm. Geen idee hoor. Ik geef mijn bek ook maar aan dames. Ik. Even kijken. Oh ja. Even iets meer licht maken. Eens even kijken: kraam nachtverband met hechtstrip. Zo. Weet je, dat zijn niet de inlegkruisjes van de etels, zeg maar. Moet je eens even goed luisteren. Ik ga jou niet hechten s'nachts of zo hoor. Ik denk dat jij de komende 6 weken gewoon niet eens neer mijn poes mag komen. Was ik ook niet van plan, eerlijk gezegd. Oké. Nee, volgens mij is dit toch echt een luier voor mij. Ja. Ja. Weet je kan niet vroeg genoeg beginnen, zeg maar. Weet je, je begint in een luier en je eindigt in een luier. Ja, weet je, het is de tijd dat jij gewoon helemaal in die luiers zit en zo. Ga ik natuurlijk ontzettend lief voor je zijn. Maar ik blijf gewoon constant bij de baby. Ik ga gewoon... Laat mij spartelen. Met mijn luier. Ik zou niet durven. Wat hebben we hier? Een matje. Voor de yoga. Geen idee, maar ik denk dat ik hierop moet slapen. Ah. Want het kan natuurlijk best nog wel zo zijn dat het nog kan gaan bloeden. En volgens mij moet je ook op een gegeven moment een beetje zonder onderbroek en een beetje luchten, weet je wel. Dat het niet, nou ja. Het is bijna een biologieles voor onze jonge kijkers. Inlegverband. We zijn wel een beetje, je ziet totaal niks, we zijn een beetje overbelicht. Dan moeten we even zo staan. Kijk hoe die dan moet. Doe het zo. Dat is beter, denk ik. Of niet? Nee? Nee, het is sowieso niet mooi met die tv op de achtergrond. We zijn er toch bijna doorheen. Nee. Even kijken. Wat is dit? Er zit geen uitleg bij.
Ik weet je, geef dat geen gebruiksaanwijzing bij zit, wel. I don't know. Zo! Jawel, dit zijn onderbroekjes. Oh. Onderbroekjes voor mij? Ja. Oké. Dit doe je over je verband, of je luier die je boven dan, mijn luier. Over je luier die je aan had. Kijk ernaar uit, jongens. matrasbeschermer. Ik hou je hand vast en ik ga je steunen, schatje. Matrasbeschermer. Dat belooft ook niet veel goed. Waarom heb ik hem aan de gast beschermd? Oké. Ja, het krijgen van een baby gaat niet over rozen. Zo blijkt. Nogmaals, een steriel wondcompress. Vinyl medische handschoen. Poedervrij. Ik gok dat die voor de kraamzorg is. Dat die even, als er hechtingen zijn, dat ze die even kunnen controleren. Ja. Hygiënisch handgel, altijd handig. Kunnen we zeker gebruiken. Het ruikt ook best lekker, dat spul. 70% alcohol om alles ook te ontsmetten. Mag eigenlijk nooit eronder of erboven zitten. Hè? Oh, dat wist ik niet. En hygiënisch handzeep. Handzeepje. En dit is denk ik de navelklemtang. De tandjes. Hoezo? Die doen ze er in het ziekenhuis op of zo? Voor het geval dat die eraf valt of zo. Ja. Dat je hem kwijtraakt. Ik oh, weet shit, waar is nou mijn navelstrengtang gebleven? Oh, maar maakt niet uit. Ik heb er nog een reserve. Nou, dat was hem. Niks leuks bij, joh. Nee, dit is geen leuke doos. Nee, het is wel is een geen hele leuke doos. En praktische heb, doos. Er stond op de site, stond toch echt ook nog even gewoon een leuk knuffeltje of zo. Nou, weinig kennis, hè? Ik krijg alleen maar een heel lelijk toekomstbeeld hier in een doos geleverd. Ja, Mootje komt je troosten. Ja. Nou ja. Ja. Het is... Vond je dit ook een leuke vlog? Doe dan alvast voor de steun even een duimpje omhoog. En natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken weer. Vergeet geen duimpje, abonneren. Duimpje omhoog. En even op het belletje te drukken. Sowieso. Ciao! Ik heb een beetje inspiratieloos vandaag. Okay. Ciao. Arie en Betsy. Ciao.